is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Nee, we hebben geen kerstboom in huis en we gaan het ook niet doen ook. Ja. En de kerstspullen en versiering en eigenlijk alles al. Ja, twee. Eigenlijk drie. Ja, een kleintje. En van de Lidl. Dus met lichtjes erin. Kleine balletjes, maar zo'n kleintje maar hoor. Nee, nog niet. Wij gaan met de kerstdagen weg. Dus we hebben geen kerstboom dit jaar. Nou, de laatste keer dat we een boom hadden, was het een boom met een pot. En ik dacht dat het dus ook een wortelkluit aan zat. En we hadden hem daarna keurig in de tuin gezet. En toen ging hij heel snel dood. En dan haal je hem uit de grond. En dan zat er gewoon zo, twee worteltjes. En ik denk van, ik ben gewoon, dit is de kluit belazeren. Mist u iets bij deze kerst nog qua versiering? Ik woon zeg maar hier een stukje verderop op een begeleid woontraject. En we zijn eigenlijk op zoek naar een piek. Alleen het is nu alsof iedereen heel snel zijn kerstspullen al heeft gekocht. Dus we zijn nu eigenlijk op zoek naar een piek. Alleen die is bijna nergens meer te krijgen, zeg maar. Hoezo drie eigenlijk? Ja, de vrouw, hè. Ik hou helemaal niet van kerstbomen, maar mijn vrouw is er helemaal gek van. Dus... Maar drie om meer cadeautjes te ontvangen of is drie een andere reden? Ik vind ze gewoon leuk. Dus voor de rest, mij interesseert het niet zoveel. Die kerstbomen niet, maar zij vinden het leuk om te versieren. Nou ja, dan doen we dat. Een kleintje dat u gisteren had in mijn grote of is het een andere reden? Ja, nee, ik heb niet zo'n groot huis. En ik vind ook om al die bomen af te zagen en doen. En dit zit gewoon in een pot. Dus dan zet ik hem gewoon straks weer in de tuin. Dan kan hij weer verder groeien en ik volgend jaar weer er plezier van. Dus, het staat ook wel gezellig. Ik vind het wel leuk. Dus anders is dat hele ding zo groot en zo'n kleintje op tafel. Ik ben maar alleen, dus dan vind ik het wel gezellig. Oh, waar gaat u naartoe dan? We gaan naar Zeeland. Naar Zoutelanden. Gaan we even een paar dagen tussenuit. Lekker eten. En daar nemen we waarschijnlijk wel een kerstboom. Maar het ligt eraan wat er te koop is. Gaat u dan kerstliedjes luisteren of wordt het dan toch Zoutelanden van Bluf? Nee, Zoutelanden van Bluf zal het denk ik niet worden. Maar ik denk dat ik gewoon mijn eigen muziek meeneem. Dus echt kerstliedjes zal ook niet worden. Zou je dan niet gewoon een kunstboom nemen? Nee, dat vind ik echt niks. Nee. Het scheelt wel veel opruimwerk. Ja, maar dat doen we niet. Nee. We doen het gewoon zonder. Wij gaan onszelf vermaken. Dat kan ook. Je gaat wel een beetje het huis versieren? Dat weet ik niet. Ja. En de kerstkaarten en zo. We maken het wel wat leuker. En hebben jullie een echte boom of een kunstboom? Oh, er werd ook kunstboom? Ja. Ja, kunstboom. Maar waarom geen echte dan? Omdat we zitten natuurlijk met meerdere mensen, zeg maar. Ja, we zitten met brandveiligheid en zo. Begeleid woontraject, die heeft natuurlijk met heel veel voorschriften te maken. Dus die heb ik met de veiligheid, brandveiligheid en dat soort dingen. En een kunstkerstboom, die ze zeggen dat die minder snel in de fik vliegt. Maar ik heb zoiets van, als iemand een vuurtje bij je houdt, is hij ook zo in de fik. Lijkt mij. Dus, maar bij mezelf thuis, althans bij mijn vriend thuis, heb ik al een echte kerstboom en een nep kerstboom. Dus dat is wel een beetje variatie, is ook wel leuk. Eén kunst en twee kunsten en één echte. Ik zet hem dan volgend jaar gewoon weer uit de grond en zet hem dan weer binnen? Ja, hij staat in een pot, dus ik zet hem gewoon voor bij mijn deur. En dan hoop ik dat hij het blijft doen. Dat hij volgend jaar nog, dat ik hem weer terug kan zetten. Dus ja, we zien het wel. Het is voor het eerst dat ik dat doe. Dus voor het eerst naar huis hier in Schiedam. Dus dan, ik denk wel toch wel gezellig hebben. Dus heb ik een klein boompje gekocht. Hoe is eigenlijk Zoutelanden? Ik weet het niet, ik ben er nog niet geweest. Dus dat gaan we zien en beleven. Maar wat ik zo hoor van Bluf, schijnt het heel leuk te zijn. Gaat u nog iets speciaals doen voor kerst of zo? Nee. We doen er verder eigenlijk niks aan. Er komt al in, die is zo'n overdaad aan feestdagen. En we houden alle twee niet van die donkere periode. Het liefst zou ik eigenlijk een winterslaap houden. Gewoon zo, half november. Wat een beer doet. Een beer die gaat op een gegeven moment heel veel bessen eten. Nog meer bessen, nog meer bessen. En op een gegeven moment vallen ze gewoon in slaap. Dat lijkt me prachtig.
Geeft u dan liever een echte of een neppe? Ik zelf heb ze iets van, een echt is ook al mooi, maar ik vind een neppe toch wat makkelijker. Omdat een neppe, die kan je optuigen, versieren en als kerst voorbij is, haal je alles eraf. Zeg, ik stop hem weer in de doos en dan ben je klaar. Twee kunst en één kerst, staan die dat echt naast elkaar allemaal nee, precies? Nee, ik heb een buiten, er staat er binnen één en buiten één. Buiten staat in de serre dan, in de serre staat droog. Dus en daarnaast wel een kleintje ook. Dus. Vindt u het eigenlijk niet een enorme rotwerk om al die dennennaalden eten op te gaan? Ja, maar dat kleintje die zet ik in de tuin. Dan kan die groeien tot die volgend jaar groot wordt. Dan kan die weer naar binnen toe. Voor de eerste keer zo'n boompje in huis roept dat fijne herinneringen bij u, hoor. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik heb het jaren niet gedaan. Omdat ik een tijd alleen was en een rotperiode achter de rug had. Dat ik er helemaal geen zin meer in had. Maar ik heb nu weer sinds kort een eigen huisje. En dingen en alles gaat beter. Dus dan komt het gevoel ook weer meer. Dan wordt het toch allemaal weer wat positiever en zo. Dus dus dat vind ik wel leuk. Dus ik heb er wel zin in dit jaar. De jaren ervoor eigenlijk niet zo. Dacht ik, laat maar gaan. Maar nu vind ik het wel leuk om te zien. Dus wordt tijd voor onvergetelijke herinneringen tijdens kerst? Nou, ja. Ach, we gaan er lekker even gewoon tussenuit. En dat is altijd leuk natuurlijk. Dus niks heel bijzonders. Dat dan ook niet. Ook geen cadeautjes of gourmetstel meegenomen? Nee, wel. We gaan wel lekker eten. Maar geen gourmetstel. Nee. We gaan lekker zeetong. Oshaasje. Even kijken wat we kunnen gaan maken. Maar dat komt wel goed hoor. Allemaal een prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat iedereen een beetje lief is voor elkaar. Dus